waar je 's nachts voor terugkomt. Anne, dit is wel het meest duistere werk waar ik voor terug ben gekomen 's nachts. Ja, het is een storm op zee van Porcellus, een schilder die vanuit Vlaanderen naar Haarlem kwam. En de reden waarom wij het gekocht hebben als museum is omdat Porcellus een van die grote vernieuwers was in Haarlem in de 16e, 17e eeuw. Het marinestuk, het zeelandschap, heeft hij opnieuw uitgevonden. Hoe? Wel, aanvankelijk, zijn voorgangers die gingen allemaal heel kleurrijke zeezichten schilderen, vaak ook historisch stukken. En wat hij eigenlijk doet, hij maakt heel, een vak dan monochroom, een beetje dezelfde grijstinten, zo'n 50 Shades of Grey zou je kunnen zeggen. Ja. Dus niet meer die kleurrijkheid. Hij schildert gewoon een storm. Mm. Dus eigenlijk een soort weersfenomeen. In alle details kun je ook zien, ja, de wind, als de wind van een bepaalde richting komt in de schilderij, dan heeft hij dat ook heel goed aan wat er dan gebeurt. Dus hij wist hoe het moest, hij wist hoe het eruit zag, maar het was niet dat hij opgroeide aan de kust en dat dus dagelijks heeft kunnen observeren. Nee. En dat vind ik mooi, dat een schilderij dat op het eerste gezicht zo gewoon een afbeelding van de werkelijkheid is. Ja. Dus ook de afbeelding is van iemands fantasie. En heb jij een soort van lievelingsplek of komt het ergens samen voor jou? Maar ja, de boten interesseren mij het minst. Okay. Maar vooral dat is een ander op zee. Ja, maar. Ja, maar de lucht en de zee. En vooral eigenlijk ook die. Ik ben zelf wel geboren en getogen aan de kust. Ik heb een heel klein dorpje, de Haan aan Zee. En ik heb nooit iets met het strand gehad. Ik hou niet van aan het strand liggen. Ik haat zonnebaden. Mm. Maar ik heb altijd heel veel van de zee gehouden. En vooral dan de Noordzee. De Noordzee is altijd een beetje viezig. Het is niet tropisch blauw en heel aantrekkelijk. Het is meestal vies schuim, ja. Grauw, donker. En dat is dit precies. Dat hele onheilspellende van de Noordzee zit erin. Wat is er dan zo aantrekkelijk aan? De zee, heel simplistisch, staat voor een soort oneindigheid. Mm. Wees de eeuwige wederkeer van de golven. Dus een soort permanent ritme en het ontbreken van een horizon. Ja. Daarom is een schip op zee vervelend, want dan zie je wel een horizon en dan zie je perspectief. Als het, ja, die brengen het aardse terug in ja, het beeld. Ja, terwijl ik denk ja, misschien is dat het. Het is een combinatie van uitersten. De zee staat toch voor een soort meditatieve rust. En dat het repetitieve patroon van de golven en het geluid dat dat maakt. Maar aan de andere kant, die storm op zee is ook het feit, je kunt de zee nooit vertrouwen. Ja. Ja, want dan kan je zomaar de doodkus geven. En dat zit volgens mij ook in dat schilderij. Van het aantrekkelijk, het visueel aantrekkelijk, het esthetische en het romantische van die storm op zee. En tegelijkertijd het besef van ja, zeker toen was zo'n storm dodelijk.